En naast mij de trainer van Rode JC, Harm van Veldhoven. Ja, dat is toch lekker rondrijk. Onze commentator sluit net af dat Malky in zijn eentje net zoveel doelpunten heeft gemaakt als heel Excelsior. Maar dat is al het verleden, hè? Dus daar doe je eigenlijk alweer weinig mee. Dus voor mij gaat het over de wedstrijd van vandaag. En daar moeten wij proberen 3 punten te pakken. Dat is eigenlijk nu op dit moment het belangrijkste. Het goede gevoel terug nadat jullie vorige week eindelijk weer eens een keer wonnen? Goed, als je 3 kaarten in elkaar verliest, dan moet je opstaan. Dat hebben we vorige week gedaan. En goed, we hadden niet zo'n gemakkelijk programma daarvoor. Dat was de uitschuiver tegen de Graafschap. Daar hebben we het veel over gehad. En dan moet je reageren. En vandaag moeten we die lijn doortrekken natuurlijk. Is het dan lekker als je vandaag een makkie hebt tegen Excelsior? Hè? Want thuis wonnen jullie nog met 7-0. Ja, dat is al wel lang geleden wat ik zei. En ook dat was de laatste wedstrijd van de eerste ronde. En je weet allemaal, hier bij Excelsior is het altijd moeilijk spelen. En ze hebben hier de punten gepakt. Al de wedstrijden thuis zitten ze er dikwijls heel kort bij. En hangen van die momenten af. En laten we hopen dat we zelf goed de initiatief nemen en onze momenten nemen. Wat is het dan waken voor onderschatting? Want die mannen weten natuurlijk ook van ja, we hebben ze thuis makkelijk opzij gezet. Waarom zouden we hier niet winnen? Nou, dat overheerst niet. Het zijn gewoon andere omstandigheden. Je zit op dat kunstgrasveld, wat ook andere situaties teweeg brengt. Je hebt natuurlijk hun publiek wat erachter komt. Dus dat geeft heel andere situaties. En daar moet je op inspelen. Hoe kijkt u naar de ontwikkeling van Mitchell Donald? Op zich ben ik een trainer die graag ook vertrouwen geeft aan jongens ook met bepaalde talenten. En hij heeft bepaalde talenten. Hij groeit goed door, maar hij kan nog beter. Hij kan absoluut nog beter dan wat ik tot nu toe heb gezien. Ik vond dat hij een heel goede periode had, ook voor de winterstop. Ik vind na de winterstop is het, vind ik, nog niet wat ik helemaal van hem kan verlangen. Maar hij pakt de dingen op, hij werkt eraan. En met dat soort jongens kun je gaan doorgroeien. En dat is voor Roda denk ik zeer belangrijk. Jonge jongens die zich goed ontwikkelen. We hebben dat met Ruud Vormer gehad, we hebben met Willem Jansen dat gehad. En dan heeft het soms wat tijd nodig. En dan kunnen zij ook klaar zijn voor de top. Dank u wel, succes. Graag gedaan, Bas. Tot ziens. Arm voor Veldhoven. Ja, Adrie, we gaan...